Atlas Copco is overal aanwezig, van vliegtuigen tot smartphones tot ziekenhuizen. Overal is perslucht aanwezig. En hier in Antwerpen is het hoofdkwartier van de compressorafdeling een unieke site, want hier on-site doen we basic development, productontwikkeling, procesontwikkeling en ook de productie. Dus voor ingenieurs, data-analyst, softwareontwikkelaars, een fantastische werkomgeving. Al meer dan 60 jaar produceert Atlas Copco innovatieve persluchtapparatuur. Die wordt in de vestiging in Wilrijk op een intelligente manier vervaardigd volgens de laatste technologische ontwikkelingen. We geloven sterk dat we onze fabriek slimmer kunnen maken door onze machines te connecteren en te verbinden met elkaar. Het is duidelijk dat ons 5G-ready netwerk ook een heel belangrijke nieuwe plaats inneemt, zodat we onze machines kunnen in real-time verbinden. Niet alleen onze vaste machines, maar ook onze mobiele apparaten, zoals onze AGV's. En verder investeren we nog een heel pak in autonomievergroting. Robotica, cobots nemen een belangrijke plaats in. Verder automatisatie, data-analyse en artificiële intelligentie. En last but not least denk ik dat er ook een belangrijke plek is voor additive manufacturing in onze omgeving. Het Antwerpse productiebedrijf is een voorloper in het verzamelen en analyseren van data. Het volledige machinepark is geconnecteerd en dat levert een massa aan waardevolle informatie op. Uit die berg van informatie kunnen we enorm veel inzichten creëren. We doen dat via klassieke data-analyse en machine learning. Anderzijds ook via data-interpretatie en verrijking met deep learning networks. Dankzij alle inzichten die uit die informatie komen, kunnen wij niet alleen onze eigen processen en producten verbeteren, maar we kunnen eigenlijk bijna gepersonaliseerde oplossingen aanbieden op maat voor onze klanten. Naast de technologische innovatie is ook het menselijk kapitaal cruciaal. Professionele ontwikkeling en verantwoordelijkheid gaan bij Atlas Copco hand in hand. Onder meer bij de optimalisatie van het productiepark worden medewerkers nauw betrokken. Een van de overtuigingen van Atlas Copco is dat we sterk geloven dat de persoon dichtst bij het probleem ook vaak diegene is dichtst bij de oplossing. En vanuit die overtuiging zijn we gaan kijken hoe dat we onze operatoren meer verantwoordelijkheid kunnen geven in hun werkomgeving. Dit is uitgegroeid tot een teamoverleg door en voor operatoren, waarin zij de dagelijkse operaties bespreken, maar ook de problemen aanpakken. Zij worden ook nauw betrokken bij nieuwe machines, waar zij samen met onze ingenieurs gaan kijken hoe dat de ideale werkomgeving van de toekomst eruit moet zien.